ik heb nou de definitieve beslissing. Ik ga stoppen met Mafia Girl. Hallo Goldies, ik heb een gloednieuwe video waarin ik vertel, ik blijf uiteindelijk toch nog op Mafia Gold. Als een leuke goede admin. Ja, we gaan heel veel leuke acties doen. Ik ga proberen zoveel mogelijk acties te doen. Leuke filmpjes. Misschien filmpjes in een filmpje. Nou, in ieder geval heel veel leuke acties. Er is een klein misverstandje ontstaan door de troeper. Geband was en daardoor was ik andere site. Die andere site waar ik ook admin was, nou, nu niet meer. Daar ben ik nu niet meer geen admin. Maar er was een klein misverstand ontstaan tussen bepaalde personen, waardoor het niet duidelijk is. Wat er allemaal gezegd is en wat er allemaal gedaan is. Maar ik denk dat ik nog zeker tot ik weet nog niet precies tot wanneer ik nog op Mafia Gold ga blijven. Maar ik wel weet dat ik daarna gewoon om een eigen game gaan, dan mensen die naartoe willen, kunnen naartoe. Met meer informatie daarover zie je dan later allemaal wel. En het blijft een hele leuke mafia game. En ik vind het gewoon altijd leuk om op Mafia Gold te zijn ook. Het is gewoon een super leuke, super leuke game. En ondanks dat we niet allemaal even actief zijn en wat er wel veranderd moet worden in de game is dat er minder ruzies uit moeten gebroken worden en te meer chill moeten doen. En dan weet je van dit moeten doen. En dan weet je van dit te moeten doen. En dan weet je klik, klik, klak, 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 klik moeten doen. En altijd lekker stemmen op de game. Lekker stemmen. Stemmen is altijd goed. Stem is altijd goed. Mafia Gold staat op de tweede plek bij de Mafia Toplist.nl. Dat is mooi. Tweede plek is ook mooi. Maar ja, natuurlijk wil je altijd voor de eerste plek gaan. Eerste is altijd het doel met je game. En dat kan nog steeds. Zolang de dag of maand die voorbij is, zeg ik, let's do it. We can do it. Geef niet op tot het eind. En ja, ik vind gewoon dat er gewoon toffe dingen worden gedaan. Ik had vandaag zelfs een hele leuke actie gedaan door 5 euro's in Indonesië te doen. Die zijn allemaal inmiddels al gestolen, trouwens. En dat is echt wel heel erg mooi. We hebben heel veel leuke leden, goldies. Een mooie crew. Er is niemand op vakantie, is ook fijn.
Even kijken hoe het met de Pol gaat. Metila heeft de meeste stemmen met de Pol. Daarna Peter M. Daarna weet ik niet. Er zijn maar 8 stemmen. Het worden er steeds minder. Dus misschien... ik denk erover dat ik maar geen Pol ga doen. Dan er zijn zo weinig stemmen. En 8 stemmen vind ik gewoon te weinig voor een Pol. Ik denk dat ik iets anders ga verzinnen voor het Golden kies. Ik denk dat ik voor het Golden ga kiezen gewoon. Want het achterstemmen, ja, vind ik gewoon een beetje te weinig voor een poll. Dus kijk dat er allemaal voor gestemd. 70 stemmen, 20 stemmen, 21 stemmen, 80 stemmen, ja. 8 stemmen is gewoon echt veel te weinig. Ik kon nog zeker 10 meer stemmen hebben of zo. De poll is... de poll gaat er binnenkort uit, de stem via de poll. Nou maar, hoe dan ook. Ik ga zorgen voor een gloednieuwe... ervaring, gloednieuw. Er komen nog heel veel nieuwe dingen aan. Dat laat ik allemaal horen via berichten, maatschappij. Ik ga gewoon zorgen dat jullie zoveel mogelijk over de hoogte zijn wat ik allemaal ga doen voor Mafia Gold. En wat ik allemaal later ga doen. Ja. In ieder geval, dat was het. Doei Goldies! En trouwens, ik blijf gewoon op Mafia Gold, dus dat is één ding wat zeker is. Maar ik weet niet hoe lang nog, want ik ga nog naar mijn eigen site nog heel eventjes kijken. Nog wat dingetjes regelen misschien. En wie weet... Nu weet stop ik eerder of later. Het is nou niet precies bekend, maar we houden het lekker spannend. Actions. Bella Vita. En carnavalsvakantie is bijna afgelopen in het zuiden, dus maandag weer lekker stage lopen bij de diamantgroep. Peace. Goal is en we gaan volgende keer een nieuw tof komt er een nieuwe toffe video aan met een hele leuke informatie, hoop ik.